luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Girl Talk. Dit is een programma bedoeld om te praten, te discussiëren over verschillende actuele onderwerpen die voornamelijk de vrouwen, de dames, de meisjes aangaan. Natuurlijk mag een ieder meekijken en meeluisteren en meepraten. Maar ja, dit zijn wat onderwerpen die ons hebben geraakt de afgelopen week. En dat willen we graag met u bespreken. Het is de bedoeling dat u er verder over gaat nadenken en met uw medemens ook gaat bespreken. Zodat de onderwerpen beter belicht kunnen worden. We starten vandaag met een interessant onderwerp. Maar alvorens we starten, ga ik me introduceren. Ik ben Karishma Mathura. Naast mij zit Melissa Hafai. En ik ben Samantha van Dams. Blijft u afgestemd bij Girl Talk. We starten vandaag met een interessant onderwerp. Het is iets dat de vrouwen heel veel aantrekt. Het gaat om body image. Hoe zie jij jezelf als je in de spiegel kijkt? Het is namelijk zo dat er vaak op- en aanmerkingen gemaakt worden over de uiterlijk van de vrouw. Over je gewicht, over je lengte, over je huidskleur, over je verzorging. Hoe kijk je daar tegenaan wanneer iemand iets negatiefs te zeggen heeft over jouw uiterlijk? En wat doe je om je body image voor jezelf zo positief mogelijk te houden? Nou, voor nu ben ik dik. Ja, absoluut. Ik vind mezelf dik. En op het moment dat je het vindt, betekent dat je niet comfortabel bent in your own body. En je moet er eigenlijk wat aan doen voor jezelf. Het is, body shaming is iets dat echt gebeurt. Veel mensen kunnen er niet tegen. Bijvoorbeeld, zeg maar, het heeft misschien niet eens om dik te maken, maar bepaalde lichaamsdelen waarvan je niet houdt. Je, sommige mensen hebben sommige lichaamsdelen waarvan ze echt mogen. Ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Ik denk dat iedereen dat heeft, dat er bepaalde lichaamsdelen zijn waarvan ze wel en niet houden. Precies. Maar wat er ook wel gebeurt, is dat mensen gepest worden op basis daarvan. Dat is groot met body shaming en veel mensen, bijvoorbeeld een tijdje was het zo dat als je niet graadmager was, je lelijk bent, basically. En zo ontstaan ook eetstoornissen. Bulimia, anorexia, komt allemaal door mensen die dus niet happy zijn of niet het ideale beeld hebben. Misschien volgens zichzelf of volgens anderen. Ik vind mezelf dik, laat ik zeggen, maar ik moet er zelf wat aan doen. Als ik er niet zo doen, dan blijf ik zo lekker fluffy. Waar je vroeger eetstoornissen kreeg, omdat elke vrouw op de magazine of op tv graadmager en een maatje nul was, heb ik nu een negatieve body image over mijn slanke lijf, want iedereen is Biggie Bobby en Biggie Billow, want anders ben je niet in. Het komt van alle Instagram. Hoe noemen we ze? Instagram hoes? Wat zeggen we? Instagram models? Ik models. Weet niet. Models. Okay. De models en de influencers zijn allemaal van een bepaald kaliber. Ja. Dus hoe hou jij meer van jezelf? Snap je? Niet iedereen is zo geboren. Een heleboel van hun zijn ook niet eens zo geboren. Maar dat is wat society ophemelt als ze zijn de perfect body, het perfecte lichaam. Dus ik snap wel van waar die onzekerheid komt als jij niet in die categorie valt. Ik denk dat het belangrijkste is dat je echt al van heel jong moet leren om van jezelf te houden. Ja. Maakt niet uit hoe je bent geboren, of je nou dik geboren bent, platte bil, grote bobby's. Ik weet niet, maakt niet uit. Er zijn honderdduizend combinaties. Hoe je geboren kan zijn. Eén voet is korter, de andere langer dan de ene. Oké, zie je wel. Ze heeft alles van me genoeg. Maakt niet uit hoe je geboren bent, Melissa. Je bent ook mooi. Ja. Kijk, het is heel belangrijk om van jezelf te houden. Ik ben slank geweest, ik ben dun geweest, ik ben plus size model geweest. Het belangrijkste is, je moet houden van de persoon die in de spiegel zit. Ja. De persoon die naar je kijkt. Ja. Of je nou, precies wat je zegt, platte bil hebt, biggie bobbies hebt. Je moet gewoon houden van de persoon en zo. Je moet je er een beetje wat aan doen. Ja. Maar, wat wilde ik zeggen? Eigenlijk er wat aan doen. En als je kijkt naar alles wat de klok nu slaat, is being
Yeah. Perfectly toned. Ja. Weet je, Coca-Cola een beetje gaan squatten, billen krijgen, gespierde teen. Ja, in spijt als nodig, want je noemt squatten, maar dat is heel optimistisch van je. Ja, want we squatten niet meer. We gaan naar Colombia en we gaan betalen voor die billen en Nee, alles wat de klok slaat is dus nu echt, daarom zie je dat de gyms vol staan eigenlijk. Mm-hmm. Being toned, being perfectly in shape. Maar er zijn mensen, we gaan het niet big bone noemen, dat bestaat niet, bot is niet groter. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die gewoon een beetje groter gebouwd zijn. Mensen die het een beetje moeilijker hebben. Niet iedereen kan naar de gym gaan. Yeah. Maar je kan wel allemaal bewegen. Mm-hmm. Eigenlijk wat ik wilde zeggen is, het belangrijkste is om van jezelf te houden. Of je nou dik, dun, slank, mager, lang, kort. Je moet als eerste wanneer je opzet, elke morgen tegen jezelf zeggen, hey, ik ben geweldig. Yeah. Ik ben mooi. Ik ben trots op mezelf. Mm-hmm. Dan is het dan een positief zelfbeeld dat je hebt. En automatisch gaan de mensen om je heen, maar dan straal je het ook uit. Ja, precies. Mensen precies. om je heen praten dan ook anders. Ja, het is die confidence die je moet hebben. En ook al praten de mensen om je heen niet anders, als jij al een goed zelfbeeld hebt over jezelf, is de rest van de wereld niet belangrijk, vind ik. Klopt. En dat is waar iedereen naartoe moet groeien. Klopt. Kijk, bij mij heeft het definitely een rol gespeeld, omdat ik ook van heel slank, ongeveer na mijn 24ste, tot mijn 24ste had ik eigenlijk de ideal type of body. Weet je, goed gevormd, nergens dat je extra vet had, waar je die extra vet had, was waar je het precies wilde. Maar na mijn 24ste begon mijn gewicht drastisch toe te nemen. Dus ik had toen laat door, dat ik mijn eetgewoonte moest gaan veranderen. Ik had het laat door, waardoor je al... In een korte tijd was ik zeker 10 tot 15 kilo aangekomen. En ik ben vrij kort, dus het wordt direct zichtbaar. Men ziet het direct. En ik heb toen een hele kanonade gehad van je bent dik geworden. Ben je niet zwanger. Ik vind het zonde dat je schoonheid zo laat gaan. Mm-hmm. Alsof je plotseling door die paar kilo's niet meer mooi bent. Niet meer een leuke dame bent of aantrekkelijk bent of wat dan ook. Voor mij heb ik er nooit moeite mee gehad. Ik weet hoe mijn lichaam ondertussen, ben ik het gaan observeren. Ik zie hoe mijn lichaam reageert, op welke type eten, op beweging. Ik weet dat ik heel makkelijk aankom, moeilijk afval. Maar als ik me hou aan een bepaalde eetpatroon en ik 2 tot 3 keer naar de gym ga, weet ik ook dat die gelijk weer normaal wordt of terugvalt. Maar then again, heb ik zoiets van... Mijn partner, die uiteindelijk mij aantrekkelijk moet vinden. Ja. Tot nu toe ben ik nog steeds, ondanks ik 10 tot 15 kilo zwaarder ben ik nog steeds de slankste persoon die hij leuk heeft gevonden. Dus het komt heel erg goed uit in jouw situatie. Ben ik nog steeds de slankste persoon die hij leuk heeft gevonden. Dus ik heb zoiets van, he is happy, I'm happy. Ja. Dus wat is jouw probleem dan nog met hoe dik of slank... Ik ben. Ik denk dat in dat opzicht mensen vooral ook heel erg moeten letten op wat ze zeggen. Je kan niet alles eruit flappen. Ja. Sommige mensen nemen de vrijheid om uitspraken te doen over de manier hoe jij eruit ziet. Veel te veel. En ik denk dat er daarover sowieso het een en ander gezegd. Weet je wat ook vervelend is? Veel mensen weten niet waarmee een andere persoon zit. Mm. Bijvoorbeeld, ik kan aankomen bijvoorbeeld door tabletten die ik inneem. Ja. Tabletten die ik moet innemen. Mm-hmm. Die ervoor zorgen juist dat... Weet je, vocht zich extra ophoop. Mm-hmm. Sommige mensen hebben hormoonschommelingen. Je weet niet of ze wel of niet bezig zijn bijvoorbeeld met het krijgen van kindjes. Of... Mm-hmm. En nog over kindjes gesproken. Er zijn heel veel dingen. Over kindjes gesproken vind ik het ook verschrikkelijk wanneer een vrouw zwanger is. Mm-hmm. En meestal in het begin, wanneer ze 4 maanden is, zie je dat haar buik eruit is. Yeah. Maar je ziet nog niet echt dat het een baby is. Mm-hmm. En omdat zo'n vrouw zoveel op- en aanmerkingen moet horen over hoe dik ze is, hoe groot haar buik is, terwijl ze zwanger is. Maar ik vraag me af, denk je dat mannen daar ook mee dealen? Want er zijn sowieso de hormoonverschillen wanneer we ouder worden als mensen, speelt in iedereen. En het uitzicht bij iedereen anders. En het probleem wat jij had toen je ontdekte dat plotseling je gewicht anders werd, omdat je anders at, ik denk dat mannen daar ook mee zitten. Heb je... mannen ooit horen klagen over Amy Gado, ik ben dik geworden, ik moet echt... Of hoor je mensen opmerkingen maken naar mannen toe van... Dit is echt iets... Sowieso maken mannen zich zeg maar ook een beetje drukker over.
Maar het gaat, net als hoe je zegt, het ene oor in het andere uit. Mm. Ik weet niet hoe het in dit geval een spreekwoord zou moeten zijn. Maar het blijft maar aan de oppervlakte. Ja, 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 ja. Het is maar even. Bij een vrouw blijft het iets langer. Mm. Omdat we heel veel hechten aan ons lichaam, manier hoe we eruit zien. Mannen hebben het een beetje makkelijker, denk ik, wat dat betreft. Maar natuurlijk, mogen ze onszelf zeggen, maar ik weet bijvoorbeeld dat mijn man zegt, hey, samen, ik kom vatu, jongen, ik kom vatu, maar Jos, goed, je koopt te lekker. Maar hij is geen klaar mee. Mm. Hij zegt bijvoorbeeld al drie maanden dat hij gaat naar gym, of drie maanden dat hij gaat basketballen. Hij is nog geen keer opgestaan. Terwijl ik best wel moet trainen, maar Jimmy, oké, een beetje. Maar, ik denk dat bij die mannen het echt gewoon iets is dat ze voorbij laten gaan. Mm. Het is voor hun zo. Ja, sommigen hebben het, dat ze, weet je, fanatiek, ze willen, ze hebben het doel voor ogen om af te vallen, om gains te hebben, om, weet je, een sixpack en everything, maar het is gewoon een beetje anders tussen de man en de vrouw, dus de denkwijze van ons gewoon. Ja, het zit bij een ieder anders. Ik zal zeggen van, zorg er gewoon voor dat je gezond bent, want dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste, let op je gezondheid en voor de rest zeg ik, voel je lekker in je eigen vel. Doe wat jou happy maakt. Als je happy zou zijn door een 10 kilo af te vallen. Of happy zou zijn door te gaan squatten om een beetje aan te komen. Het valt weer hoor. Doe wat je happy maakt. We zijn zo meteen bij u terug met onze volgende onderwerp. Blijf afgestemd bij Girls Talk. We zijn terug en het volgende onderwerp gaat over je verontschuldigen. Het is niet voor iedereen even makkelijk om wanneer je een fout hebt begaan, oprecht je verontschuldigingen aan te bieden. En misschien is het nog een beetje moeilijker als het in een relatie is. Dus als jij een fout hebt gemaakt, is het makkelijk voor je om te zeggen, sorry, ik was verkeerd? Vooral nadat je vreselijk tekeer bent gegaan, want je dacht je staat op je strepen. En achteraf dan denk je, ik was fout. Wat doe je dan? Dus mijn man kijkt nu, dus ik kan zeggen, ja, makkelijk. Sorry. Nee, het is sowieso, ze zeggen, veel mensen zeggen, het is erger om je braaksel in te slikken. Dan uiteindelijk het overgeven, toch? Ja. Sowieso ga ik niet zomaar tekeer. Ik tenminste. Ik hou niet van sorry zeggen. Ik ga het wel doen. En het zal niet met moeite gaan. Maar ik hou er gewoon niet van. Ik hou niet van verkeerd zijn. En zeker in een relatie. Wanneer we ruzie maken. Uiteindelijk wanneer het uitkomt op ruzie maken. Zorg ik ervoor dat ik niet verkeerd ben. Ik heb precies hetzelfde. Want ik wil ook geen sorry zeggen. Dus ik zorg ervoor dat voordat het zo ver komt, dat ik zeker weet dat alles is onderzocht. Dat alles wat ik zeg correct is. Gedouble fact-checked is. En we weten zeker dat de reden van mijn boosheid gevalideerd is. I'm not saying sorry for no reason. Dus voordat ik mijn mond openmaak, moet ik zeker weten dat ik het aan het rechte eind heb. En toch heb ik het soms verkeerd of is het niet wat ik denk. Of is de verdediging zodanig goed? Nee, juist niet. What? De verdediging van mijn partner is zodanig goed dat ik denk, oké, heb ik niet toch een fout gemaakt? Dan moet je soms wel sorry zeggen. Kijk, waarvoor ik meestal sorry zeggen moet, is... Weet je, ook al sta ik op mijn strepen, maar de manier hoe ik op een gegeven moment ga praten, want wanneer ik boos word, dan kan het zo dat ik dingen zeg. Weet je, dingen zeg die ik niet meen, maar de woordkeuzes kan de anders zijn. En de toon. Volume. Ja, waaronder. En dat ik juist daarvoor sorry moet zeggen. Van weet je, sorry dat ik zo gesproken heb, het kon inderdaad anders. Maar het belangrijkste in ruzies is, je moet altijd een partij hebben die het overziet. Hmm. Als ik wil juist niet daarvan, boy. Ik wil juist zo min mogelijk andere mensen betrekken. Nee. Ik bedoel dus als er ruzie wordt tussen jij en ik, één van ons moet het kunnen overzien. Oh, ik dacht dat je een derde persoon... Nee. Ik hou niet van mensen betrekken. Maar het moet wel echt iemand zijn, eentje die
zo'n kalme kante kan houden. And the one that's the bigger person dus. Degene die zegt, oké, ondanks dat jij fout bent, Melissa, kom ik toch om het uit te praten. Mm-hmm. Of om in elk geval de deur open te houden om, snap je, het weer goed te maken. Ja, weet je, ik kan 3 maanden met je zitten in een huis. Niet apologizen. Nee, klopt. Uitpraten is nog niet apologizen. Dat je de stap neemt om te zeggen van, hey, laten we rustig praten erover, wil nog niet zeggen dat je hebt apologized. Nee, ik wil jou de kans geven om je verontschuldiging te doen. Ik moet wel zeggen, I have come a long way. Yeah. Als ik kijk naar Melissa van toen en Melissa van nu, ik kan de stap nemen om te zeggen van, weet je, kunnen we even praten? En ik ben er verschrikkelijk trots op, want vroeger, ik ben iemand, ik kan 2 weken met je naar huis zijn en ik zeg geen woord tegen je. Ik ben boos. Ik ben gewoon boos. Ik zeg maar, niets. Wanneer mijn vriendin me belt, ben ik nog steeds aan het lachen, maar als ik met jou kijk zo samen. Ik ben goed met iedereen, ook als we aan dezelfde tafel zijn. Laten we vandaan deze dat we 6 mensen hebben. Ik praat met iedereen behalve jij. En ik kan het 2 langer volhouden. Ja. Maar nu, na een dag heb ik zoiets. Nee, geen dag. Na 3 dagen heb ik zoiets van, weet je, kunnen we even praten. Ja. Het gaat niet goed. Het gaat niet de richting waarop we. Nee, precies. Ja. Dus het is heel belangrijk dat één persoon het wel altijd, om zeker om ervoor te zorgen dat dingen niet escaleren. Ja. En dat één persoon het kan overzien. Of je nou je verontschuldigingen moet aanbieden omdat je fout bent of omdat je iets verkeerds hebt gezegd of de toon verkeerd was. Allemaal goed. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is wanneer waar 2 kijken, is dat je oplet wat je zegt. Ja. Want sorry zeggen vind ik het ergste. En daarom denk ik 3 keer zo lang na wat ik in mijn boosheid zeg. Want sommige mensen gaan zo ver met uitschelden en woorden smijten, lelijke dingen zeggen, die je niet terug kan nemen. Ja. Ja. En die ik haat je. Of die andere dingen die je zegt in boosheid zijn voor mij echt not done. En daar moeten mensen denk ik vooral, en dan sowieso in relaties, extra op gaan letten. Want je kan niet alles wat je zegt goed maken door sorry te zeggen. Wat dat betreft is mijn oma echt, of was echt mijn idool. Because ze kon je in de boosheid geweldige dingen zeggen. Had Sunny misschien. Mm-hmm. Maar je moet gaan zitten thuis en denken van, boy, echt afro tegen nu aan toe, Sanje. Het blijft je bij. Het blijft je bij. En je leert er iets uit. Dat is echt geweldig. Ja, maar dat is een gave van Melissa en haar oma. Ik hoop dat verschillende van jullie dat thuis ook hebben. En als jij degene bent die echt dingen zegt die te ver over de schreef zijn in een ruzie, probeer dat zoveel mogelijk niet te doen. Of kijk op welke manier je daar samen uit kan komen. Ja. Dat is het voor dit onderwerp. Wij zeggen heel moeilijk sorry. Is gebleken hier. Nee, ik niet sorry. Ik zeg het gewoon. Nee, zeg het gewoon. Oké, we hebben 2 koppige mensen aan tafel. Ik zeg het gewoon en ik zeg het met lingerie. Oh my gosh! Oké. Dat is een andere soort sorry. Ja, sorry. Het is sorry. Je moet ik leren van charisma. Tot straks. Nou, welkom terug bij ons laatste segment van Girl Talk. We gaan vrolijk verder en natuurlijk blijft u afgestemd en natuurlijk ook blijven praten thuis. Je hoort het vaak, achter een begrafenisstoet zie je geen brandkast. Wat versta je eigenlijk nou daaruit? Wat? Achter een begrafenisstoet zie je geen brandkast. We hebben het vaak over dingen meenemen. Mensen doen zoveel om zeg maar te werven terwijl ze leven. Je laat alles achter. Je laat alles dat is achter. Echt een goeie. Hoe ga je nou om met de ruzies, boede, percelen, rijkdommen die men achterlaat? Het is wel geen probleem wat alleen in Suriname speelt, denk ik, dat mensen boede achterlaten. Dat is omdat mensen hun zaken niet regelen. Ja. Als je weet dat je bezittingen hebt, je weet dat je een huis hebt, je hebt 2-3 kinderen, je hebt grond, je hebt 2-3 kinderen. Je weet dat het issue gaat worden. Regel het van tevoren. Ja, maar is het omdat we bang zijn om na te denken over onze dood? Want dat weet je, is misschien het. Is dat het niet eens. Als je setiutori betekent dat je moet stilstaan bij, oké, ik ga eens een keer dood. Ja. Weet je, misschien is dat het niet eens. Maar soms zijn mensen gewoon bang om zaken te verdelen. Ja, dat denk ik ook. Dat is het gewoon. Men is bang om zaken te verdelen. Het is niet eens. Bijvoorbeeld, ik ken iemand die 4 kinderen heeft en ze wilde het heel dol graag voor de
kleinkinderen achterlaat, als ik me niet vergis. Maar uiteindelijk het niet gedaan. Puur omdat ze geen kinderen wilden overslaan. Precies. Okay. Wilden overslaan. En alles gelaten. En de boel is nog zo. Yeah. Weet je, wanneer je op zoek bent naar huizen, bijvoorbeeld, dan zie je heel vaak dat er huizen, goede huizen staan, verwoekerde takken, bladeren, soms planten die er zelf in groeien. En wanneer je het rond vraagt, is het boede. Men doet er niets mee, puur omdat men... Omdat de familie bezig is te vechten. Men is bezig te vechten, maar behalve dat. Ook als er eentje hier zit en de rest in het buitenland. Het moment dat je begint om te onderhouden, dan wil plotseling iedereen komen wanneer het een kwestie is van boede. Dan denkt men, ook als bijvoorbeeld jij, wij zijn drie zusters en jij zou wonen in het huis. Die twee ondernemen automatisch aan het wanneer ze op vakantie in Suriname komen, dat ze recht hebben om bij Sam te blijven, want het is ons huis. En heel vaak is dat het gewoon. En kosten voor een notaris, kosten voor een advocaat, men laat het maar liever over aan de natuur. Wat ik ook heb gemerkt is dat het vaak niet eens gaat om dat geld, maar het gaat om het stukje heritage. Bijvoorbeeld, je bent 40 jaar oud, je moeder of vader kwam te overlijden en je vindt, jij wil dat huis omdat je daarin bent opgegroeid. Die zogenaamde sentimentele waarde dat je hecht aan je kindermemories, de herinneringen die je hebt met je ouders die er nu niet meer zijn. En men is vaak daar heel bezitterig op. Ja, ik snap als je er bezitterig om bent, maar dan doe iets goeds met dat waar je zo bezitterig over bent. Als de hele familie dezelfde houding toegedaan is, ik wil het niet verkopen voor die, of ik wil dit doen ermee, en ze kunnen niet met elkaar overeenkomen, vind ik wel dat er na een x aantal jaren de overheid of wie dan ook de grond moet kunnen intrekken, of de boedel daar een uitspraak over moeten doen. Verkoop het en verdeel het allemaal, want anders wordt er alleen maar beslag gelegd op zo'n manier. En er komt niks goeds van, vind ik. Ze laten het dan voor kleinkinderen. Nee, want... Daar komt er dan weer opnieuw. Ja, precies. Dat duurt nog 100 jaar voordat alle mensen die er in de eerste lijn recht op hebben... Wel een tweede lijn. Voordat de tweede lijn. Het is echt een rommel wat heel snel moet worden opgelost. Maar hoe? Ja. Ik denk één woord voor mij is één woord de oplossing en dat is ego. Beginnen met verdelen. Ego voor mij hoor, want ik vind het feit dat er partijen zijn, meerdere partijen zijn en iedereen wil staan op hun recht en er komt maar 20, 30 jaar geen oplossing. Is die ego van jou, dat je vindt dat je moet staan op je recht, goed bekoord. Wij zitten in diezelfde situatie, mijn oma heeft twee percelen voor ons achtergelaten en de enige die echt 20 jaar lang op zoek was naar mijn oma de testament, want dat was het ook, het was niet te vinden, ze had wel een testament. Ze heeft wel een testament opgemaakt, was niet te vinden een hele tijd. En mijn moeder was is de oudste van de familie, of van de dochters van mijn oma. En zij was de enige die erachteraan ging naar de zoektocht naar het testament. Alle notariskosten, mijn moeder heeft nog steeds geen vervoer, dus was altijd met de bus overal naartoe om ervoor te zorgen dat ze erachter blijft zitten om de zaken te regelen met de notaris. Uiteindelijk, goed nieuws, 25 jaar later, testament is gevonden. Dus je zou denken dat dat wel iedereen een beetje zou bewegen, want het was eigenlijk een kruistocht van één persoon die er achteraan ging en nu is het er eindelijk. Dus je zou denken, verdeling kan gebeuren, iedereen kan doorgaan met zijn leven, want er zijn echt wel mensen in de familie die huis huren. Dat hoeft in principe niet. Ja. Ik moest over hordes springen om mijn eigen woning te kunnen kopen. Ik zeg niet dat dat niet hoefde, maar dit erbij zou heel erg mooi zijn. Of kom bij elkaar als familie en breng het gezamenlijk tot ontwikkeling. Dat bedoel ik. Dat maar ook dat komt niet, want je wil niet meehelpen betalen, maar je wil ook niet meehelpen beslissen van wat gebeurt er mee. En ik weet het niet, maar het komt maar niet tot stand dat er iets ermee gebeurt. Dus
wij zitten ook in die situatie een beetje niet wetende hoe verder nu. Want het zijn verschillende actoren die je bij elkaar moet brengen. En het is echt veel energie. Dus ik begrijp mensen kosten. Die zeggen, veel kosten, veel, maar veel energie is wat me vooral bijblijft en hindert. Want het is de energie die je erin moet stoppen. En je weet eigenlijk niet wat er uit de bus komt. Want nu is mijn moeder al 20 jaar lang bezig geweest te zoeken. Al die tijd. Uiteindelijk is het gevonden. De energie erin gestopt. Maar de familie komt nu nog steeds niet bij elkaar. Om die energie, wat mijn moeder er tot nu toe allemaal heeft ingestopt. Ja, snap je? Verder, hoe noem je dat? Om daar iets mee te doen of te eren of ervoor te zorgen dat nalatenschap, iets gebeurt. Dat nalatenschap daadwerkelijk er iets mee gebeurt. En hoe verder, weten we allemaal niet. Dus ik snap de mensen die zeggen, ja weet je, laat het maar, ik hou me er niet mee bezig. Aan de ene kant wel. Nou, je hebt het eigenlijk gehoord en het is geen probleem dat wij alleen hier hebben, maar het is absoluut een probleem waarover, zeg maar, gros in Suriname mee te kampen heeft. Hoe denk jij daarover na? Remember, achter een begrafenis zie je geen bruinkast. Dat was het nou voor Girl Talk voor deze week. Natuurlijk bent u er terug volgende week. En we hopen dat u genoten heeft van deze aflevering. Mijn naam is Melissa Havaard. Ik ben Karishma Mathura. En ik ben Samantha van Dams. En tot de volgende week. Bye bye.